It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesser. En vandaag spelen we weer een keer Donation op de map. Reden natuurlijk Call of Duty Black Ops 2. Jullie willen meer Domination, dus ik ga gewoon ook weer vaker voor jullie Domination spelen. We gaan vandaag spelen met de... ik weet nog niet met welke klas ik ga spelen. Even kijken, wat lijkt me leuk. Laten we even met de Scar spelen. Even iedereen mute snel. Zo. Dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Speel met Schiet UAV, Count UAV en de Orbital Vision natuurlijk. En ik moet even snel opnemen, want mijn tante is vandaag jarig als ik dit opneem. Dan moeten we straks doen, maar dan moet ik wel vast al mijn video's hebben opgenomen natuurlijk. Anders kom ik niet uit. Dan kan ik geen video's voor jullie uploaden. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Kill confirmed. Ga eerst kijken of we een score neer kunnen gaan zetten. Lekker teammate. Teammates gaan op C. Oké. Okay. Heb ik mijn UAV binnen. Komt hier één rechts van me. Let's go. Dan heb ik bijna mijn counter UAV, maar dan moet ik even uitkijken. Ze komen daar van hier. Ze gaan voor gay spelen. Komt hier ook één. Ah nee, hij is naar binnen geklommen. Oké, okay, ik heb nou mijn counter UAV ingeroepen, dus weet niet waar wij lopen. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik heb zo'n kriebelding in mijn keel, weet je? Dat ken je wel, denk ik. Mijn rug. Teamers hebben ook geen UAV meer. Waar zit hij? Ik vertrouw het gewoon niet. Ja, hierdoor net. Kut! Fuck you, man. Hij moet me ook eerst nog even stunnen, hè, die flikker. Dat is zo jammer altijd. In mijn rug. Goos, waar is die heen? Ah, sorry teammate, ik ben niet gesaved. Oké, ik ga ze backriepen, kom op. Kut teammate, jongen. Zo. Lekker. Spannen ze hier. Zo. Nee. Weg hier. Ik ben weg hier. Ik ga even hier zitten. Team heeft wel een koud UAV, maar geen UAV. Wat? Oké, ik weet niet hoe hij wist dat ik daar zat. Maar dat is heel onlogisch dat hij dat wist. Dat kan gewoon niet, hè? Nou, het zal wel. Oh, wacht. Waarschijnlijk hebben ze een UAV. Wat ik niet heb gehoord. Waarschijnlijk hebben ze een UAV wat ik niet heb gehoord. Dat zal het dan wel zijn. Lekker slim ben ik dan. Er staat daar een sniper. Jammer, joh. Volgende keer moet je even raak schieten. Dan helpen... krijg je misschien wat kills. En die Rovin 04 is geliefd. GG, mate. Dat lijkt ook op aangaan. Hun zit op B. Oh, ik word gestunt. Lekker teammate. De enemy is liever langzamerhand. Wordt de hele tijd gestunt. Door hem. Zo, hé, ik heb hier geluk, zeg. Nee. Godverdomme, man. Dit slaat nergens op. Dit soort deaths, jongen. Dan schiet ik gewoon eerder, maar dan schiet ik gewoon alles mis. Ja, dat is mijn eigen fucking domme schuld. Maar ja. Alsnog is wel gewoon genakt voor mezelf. Ik heb al twee keer mijn visit gechoked. Oké, eerst hem. En nu de sniper. Oh, die had ook opeens een wapenbeet. Hé, lekker man. Oké, lekker team met even een UAV'tje. Er zit nog maar 4 man in. Voor mij speelt 2 man met Ghost. 2 man speelt met Ghost, oké. Dan weten we dat dus ook. Oh, die was even lekker, zeg.
Ik wacht even tot de volgende ronde met mijn streaks in callen. We hebben de enemies waarschijnlijk ook weer een normale span, hoop ik. Spannen nu allemaal random. Zitten we op Atlas? Nee, er was niemand. Counter UAV inbound. Enemies for fighting. Are you kidding me? Nee, hè. Niet enemies for fighting. UAV inbound. Why? Waarom? Waarom moeten jullie enemies for fighting doen? Nou, hopelijk joinen er even dan nieuwe mensen. Jammer zeg, het was wel leuk, gewoon, waren gewoon leuke enemies om tegen te spelen, maar ja. He's gone. Victory. Ha! Zo makkelijk is het, Jos. Jongens, mocht jullie genoten hebben van dit domination potje, laat even je blauw duimpje omhoog achterhouden, natuurlijk enorm. Volgende keer gaan we natuurlijk gewoon weer domination spelen, dus. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk tot 4 uur vanmorgen, dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.